Lieve mensen, was u ook bang? Zat u ook in spanning? Die 21ste mei, de datum die wereldwijd verkondigd werd door een Amerikaanse dominee, misschien herinnert u het zich nog, de dag waarop de Heer Jezus terug zou komen. Was u bang? Of was u benieuwd? Toen die dag voorbij was, dat was opmerkelijk en er was niets gebeurd, maakte een zeker cynisme zich meester van heel veel mensen. Daar had je weer zo'n klassiek voorbeeld van het willen weten van de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen beheer heeft gesteld. Het enige wat is blijven hangen, dat is de aansporing om altijd waakzaam te zijn. Zou jij op 21 mei klaar zijn geweest om Jezus te ontvangen? Onze tijd is onmiskenbaar de tijd waarin de tekenen van de eindtijd zich toespitsen. En de vraag die op ons afkomt vanavond is: wat doen we daar nu mee? Je hebt mensen die niets anders doen dan maar afwachten. We zien wel wat er van komt, zeggen ze. Want je kunt er toch niks aan doen. We wachten maar af. Die houding, dat is geen christelijke houding. Want de ogen worden gesloten voor alles wat met de komst en met de toekomst te maken heeft. Heb je het al gehoord? Wat dan? Nog even. En Jezus komt weer. Oh, dat. Maar ja, dat zeggen ze al zo lang. En er verandert zo weinig. Het wordt eigenlijk alleen maar minder. Ja, juist daarom. Wie de Bijbel een beetje kent, die weet dat deze houding levensgevaarlijk wordt afgewezen. Het gaat niet om afwachten, maar het gaat om verwachten. En wat is dat verwachten? Ieder mens wil in zijn leven iets hebben om naar uit te kijken. Hoe staan wij in dit leven? Veel mensen die zingen vandaag wel wat de toekomst brengen mogen, maar ze vertrouwen vooral op hun verzekeringspolis. Is dat het dan? Bepaalt dat onze toekomst? Nee, de grote toekomst gaat in als de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde. Nogmaals, wanneer dat zal zijn, dat is niet bekend. Voorspellerij is altijd onbetrouwbaar gebleken. Trouwens, alle toekomstvoorspellerij is bedrog. En misleidend. Honderdduizenden mensen betalen ervoor in deze tijd. En ze verdienen eraan. Maar het tekent wel iets van de leegheid en van de bijgelovigheid van de mens in deze tijd. Ja, zeggen mensen dan, je moet toch wat? En je kunt toch nooit weten? En zo ontdek je dat er heel wat mensen op zoek zijn in deze tijd. En wanneer ze zich daarmee inlaten, dan zullen ze het nergens vinden. En dan zullen ze het ook nooit vinden. Daarom die vraag. Heb je het al gehoord? De toekomst die de Bijbel tekent is niet voorspelbaar of berekenbaar.
Wat we wel weten, dat is dit. Jezus komt terug. Dat staat onomstotelijk vast. En dan gaat het vandaag ook en morgen om onze verhouding tot God in Jezus Christus. Hoe staat het daarmee? Uw verhouding tot God. En daarom dringt de Bijbel ook bij herhaling aan op waakzaamheid. En waakzaamheid, dat betekent rekening houden met de komst van Jezus Christus. Letten op de tekenen die aan zijn komst voorafgaan. En oppassen voor die dingen die de aandacht en de waakzaamheid doen verslappen. En het kan dan niet anders of je leven wordt door de verwachting van de grote toekomst sterk bepaald. Je leert in ieder geval de betrekkelijkheid in te zien van heel veel dingen die vandaag bij veel mensen de hoogste prioriteit hebben. Je verwacht het niet van geld, van bezit, van aanzien, van positie of van carrière of succes. Je gaat zien hoe gevaarlijk misleidend materialisme kan worden. En je ontdekt ook dat de wereld bol staat van verleidingen die maar één doel hebben, en dat is het geloof af te pakken. En je begrijpt ook dat mensen samenleving kapot gaan aan liefdeloosheid en aan onverdraagzaamheid. Naarmate God en zijn woord steeds meer naar de achtergrond wordt gedrongen, naar die mate krijgen allerlei machten die tegenover God staan en slecht zijn voor ons mensen vrij spel. En je ziet het om je heen gebeuren. En het zal absoluut zeker gevolgen hebben voor je doen en voor je laten. Als je gelooft in en hoopt op de grote toekomst van Jezus Christus. Heb je dat al gehoord? Ben je ervan op de hoogte? Het is vandaag onze opdracht om te laten zien dat God die plaats nu al toekomt en in ons leven inneemt. Geloof in de toekomst, dat betekent niet dat we wat stille, nietszeggende en wereldvreemde mensen worden. Integendeel. Mensen met een toekomst, dat zijn mensen met een visie. Dat zijn mensen die hun ogen en oren wijd open hebben. Daarom zijn wij mensen met een opdracht. Ieder die hier zit vanavond en die hoe dan ook en waar dan ook met ons meeluistert. We hebben de opdracht om in het leven van elke dag te laten merken dat we op weg zijn en uitzien naar het moment waarop iedereen dat koningschap van Jezus Christus zal erkennen. En dat betekent dat we vechten tegen alles wat dat koningschap afbreuk doet. En dat we vechten voor alles wat aan dat koningschap van hem dienstbaar is. We laten ons niet beheersen door doemdenken of wat dan ook. Want dat ontneemt ons elk perspectief. We houden ons aan één ding vast, en dat zijn de vaste beloften van Gods woord. Die beloften, die pakken we met beide handen aan. God heeft ons allen de opdracht gegeven van de hoop van het evangelie te getuigen in woord en daad, waar en hoe dan ook. God wil ons inzetten
om anderen die hem niet kennen en die daardoor zo onnoemelijk veel missen in hun leven, met die blijde boodschap van redding en eeuwig heil te bereiken. God zet ons aan het werk, broeders en zusters, jongens en meisjes. We moeten aan de slag, u en jij en ik. En tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat eenmaal het einde komt. En dat einde, dat is dan het begin van een toekomst die het einde is. Mensen, kom uw lot te boven. Wacht na dit een ander uur. Amen.